Midden in de kleurrijke wijk Otrobanda ligt de accommodatie Castilaman van Bijjoen. Hier vandaan rijd je in 20 minuten naar de gezellige stranden van Jantiel en Mambo. Ik heb een ontmoeting met twee bijzondere dames die gaan jagen op de lionfish. En niet zonder reden. Hi, help me. Wendy, hallo. Lisette. Hi. Jullie gaan jagen op de lionfish. Waarom is het zo belangrijk dat die gevangen wordt? De lionfish in het Nederlands koraaldijver is een invasieve vissoort in de Caribbean. En ze zijn slecht voor onze riffen, want ze eten alle kleine vissoorten op. Yeah. En die hebben we nodig om de koralen gezond te houden. Er is een overpopulatie van lionfish, want ze hebben geen natuurlijke vijanden. Dus wat wij dan doen is wij gaan op jacht en gaan lionfish vangen. Ze zijn heel lekker. Waar smaakt het naar? Ja, naar vis. Maar ik bedoel, niet echt dus eigenlijk. Oh. Het is eigenlijk een beetje tussen kreeft en kabeljauw in. Dus het is niet een vissige vis. Zijn ze gevaarlijk? Ze hebben wel 20 giftige stekels. Zo. Dus en ze hebben dat ook niet om aan te vallen. Dus als je gewoon aan het duiken of zwemmen bent, hoef je niet bang te zijn dat ze je zullen achtervolgen om jou te steken. Dus puur als je ze aan het vangen bent of als je ze aan het schoonmaken bent, dan moet je voorzichtig zijn dat je jezelf niet prikt aan die stekels. Het gif is een eiwit en iedereen is allergisch ervoor. En dan kan je opzwellen, je weefsel kan doodgaan, blaren kan je krijgen. Oeh. Dus en wat gebeurt er bij jou? Alles. Oh. De zwelling kwam dan tot hier, dus het is echt helemaal... Jeetje, ja, heel naar. En heel pijnlijk. Ja, heel pijnlijk. Echt heel pijnlijk. Okay. Ja, echt, ik heb volwassen mannen echt zien huilen. Ja? Ja. En toch gaan jullie dit doen? Ja. Het weerhoudt je niet? Nee. Waarom is dit jouw missie? Nou ja, ik duik al vanaf mijn 10e. En ook hier op het eiland. En ik heb gezien hoe... erg de riffen achteruit zijn gegaan. En zo kan je toch een steentje bijdragen. Mensen eten graag vis. Nou ja, de lionfish is een heel mooi alternatief in plaats van alle andere rifvissen die we eigenlijk in de zee willen houden. Voorzichtig! Que dure siempre esta casualidad. Es que los otros no entenderán. Lo que se siente ser amigo. Sé tan buena amante. Baby, un poquito más. Que dure siempre esta casualidad. Yo lo sé que te enamoraste y yo bebé real no soy perfecta amor que me inyectas no me dejas quieta. Komen ze aan hoor. Ze zijn veilig. Kijk dan. Ja, meer dan één. Ja. Ja. Wauw, wat goed. Wat ga je nu doen? Leggen we ze zo snel mogelijk op ijs? Ja. Voelen ze af en dan vallen ze in slaap en dan worden ze zo meteen wakker als ze rietje. Dit is hem. Wendy, hier ben je dan? Ik vind het toch pittig. Ja, dat snap ik. Ja. Kijk, dit zijn nog dus de giftige stekels. Ja, jeetje joh. Nou, we gaan ze snel op ijs leggen. Deze man, dit is goede zaak. Ja. Ik vind het toch lastig, maar alles snap ik. Maar ze zijn wel geboren en getogen in de vrije natuur. Ja. Ze hebben heel veel in wilde geleefd. Ze hebben heel veel lekkere babyvisjes gegeten. En nu gaan wij hen eten. Heel gezonde vis. Dat is een goede zaak. Ja.